De zoektocht naar arbeiders om agrarisch werk te doen kan tot het verleden gaan behoren, zei minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vanmorgen bij de overhandiging van landbouwmachines en landbouwwerktuigen aan de agrocoöperatie Redidoti Pierre Condré in het district Para. De overhandiging vond plaats in het kader van de slotceremonie van het Suriname Agricultural Market Access Project Sama. Wij in de stad, in de randdistricten, als we naar arbeiders zoeken, dan is dat een koppijn. Je vindt ze niet. Het weinige wat je vindt, is niet bereid om te werken zoals je dat zou willen hebben. Maar bij die machines, zoals ze daar staan, gaat u die problemen niet hebben. U gaat hoogwaardige arbeid hebben, die arbeidskrachten. Ze gaan operator zijn. U gaat ze beter kunnen betalen, waardoor u ze ook gaat behouden. En dat zie je in alle andere landen gebeuren waar je praat over agrarische ontwikkeling van enig niveau. En die kant moeten we op. Eén geluk, kapitein, dat alle dorpen, de dorpsgemeenschappen, behoorlijk wat areaal om zich heen hebben. Seudin zegt verder dat voor alle arealen in het gebied, die in het gebied voorkomen, de juiste middelen in huis zijn om de landbouwontwikkeling op gang te brengen. Alles kan nu mechanisch gebeuren. De bewindsman merkt op dat met de verdiensten er duurzame investeringen moeten komen. Die $200.000 moet $300.000 worden en meer. En kapitein, met de waarde daar wat u heeft, uw kapitaal moet groeien. En daarvoor moet u een model zien te vinden. Als u nu uw land gaat bewerken en u gaat een gewas daar neerzetten, ook al is het pas na verkoop van de producten, een deel van de opbrengsten opzij zetten. Want na een paar jaren gaat u die tractor moeten vervangen. Of deze tractor gaat maken dat u een tweede kunt kopen. Deze graafmachine gaat maken dat u ook een tweede kunt kopen. Dat moet de zienswijze zijn. Zo moet u door kunnen gaan. En wij als ministerie, wij staan klaar. Seudin heeft de belanghebbenden gevraagd om de machines goed te onderhouden. Hij merkte op dat ondersteuning vanuit de ministeries van regionale ontwikkeling en sport en landbouw, veeteelt en visserij gegarandeerd is. En er komen meer